De stationsbuurt en de Schilderswijk worden mogelijk verlost van het doorgaande verkeer uit hun wijk. Een voorstel daartoe van de Haagse Stadspartij is positief ontvangen door de wethouder. De Stadspartij pleit al langer voor het weren van doorgaand verkeer uit woonwijken. Doorgaand verkeer hoort niet thuis in woonwijken. Het geeft daar veel overlast. Nou, dat zie je hier bijvoorbeeld op de Hoefkade. Dit is vorig jaar uitgeroepen de vieze straat van Nederland. Dat kwam omdat er bouwwerkzaamheden waren op de Mouwenskade of op de Javastraat. Dat weet ik niet meer precies, maar daardoor werd het hier de vieze straat. Maar feit is dat hier dus heel veel doorgaand verkeer doorheen rijdt. Dat zie je hier achter gebeuren. Nou is nog niet één spits. En de spits staat hier altijd vast. En wij, ja, de Haagse Stadspartij is van mening dat hoort niet thuis in woonwijken. Dat geeft een slecht leefklimaat. Kinderen kunnen niet buiten spelen. En verkeer hoort over doorgaande wegen te rijden en niet door woonwijken. Het idee is om een fysieke blokkade aan te leggen op zowel de Hoefkade als de Parallelweg. Het wordt het doorgaande verkeer onmogelijk gemaakt om door te rijden. Dus het verkeer kan wel vanaf het Schenkviaduct nog de stationsbuurt in en daar zijn bestemming zoeken. Maar zal om naar bestemmingen voorbij de stationsbuurt vanaf het Schenkviaduct zal het om moeten rijden over de Centrumring, de Nehekade. Wat is het alternatief voor automobilisten die vanaf het Schenkviaduct komen? Ja, het zal in eerste instantie denk ik even wennen zijn. Want men is natuurlijk aan gewend om een bepaalde afslag te nemen vanaf de snelweg. Maar neem je een afslag eerder, dan kom je misschien nog wel sneller en makkelijker op je bestemming. Dus dat zal even wennen zijn. Maar wat ons betreft gaat er dus veel minder verkeer over de Hoefkade en over de Parallelweg rijden. De uitvoering van het plan zal nog wel enige tijd op zich laten wachten. Dit plan is een voorstel, hè? Dus daar gaan we dus nu over praten in de gemeenteraad en daar gaat iedereen van alles van vinden. En dan gaan we daarna het plan vaststellen en dan krijg je ook de uitvoering in beeld. Maar het zou zo maar net over een jaar, over anderhalf, twee jaar in de uitvoering voor elkaar kunnen zijn.